That's the sound of the police. Wat? Ctrl-Alt-Delete. En wanneer? 23 oktober. Waar? Kennismakerij. Be there. Be there. Etnisch profileren, dat is als politieagent een Marokkaanse, een Nederlandse en een Turkse jongen tegenkomt en eentje heeft iets gedaan, dat ze automatisch bijvoorbeeld de Marokkaanse of de Turkse eruit kiezen omdat dat een ideebeeld is wat sommige mensen hebben. Ja, ik denk wel dat ze profileren, ja. En vind je dat erg? Als het werkt bij een werk, dan is het goed, denk ik. Ik vind niet dat het kan. Maar het moet geen discriminatie worden, maar ze zullen zeker wel profileren. Ben je wat gediscrimineerd door de politie? Sowieso. Ja, ik zit gewoon in de auto, ik doe helemaal niks verkeerd en ik word gewoon aangehouden. En als ze mij dan controleren, hebben ze niks. Dus ja, dus voor wat hebben ze dan gecontroleerd? En als je hun vraagt voor wat je controleert, ja, hebben ze niet echt een goede argument. En waar ligt dan die grens tussen dat stukje profilering en discriminatie volgens jou? Als ze andere mensen anders aanpakken dan anderen, zeg maar. En heb je het gevoel dat ze blanke Nederlanders niet aanhouden op dezelfde basis? Hell yes! Dat sowieso. Echt waar? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben wel standing houden. Want als een blanke Nederlander bijvoorbeeld in de auto zou zitten, zouden ze hem nooit aanhouden. Ik slingerde, ik reed hard in de auto. En daarom hebben ze me eigenlijk standing houden. En toen zag ik in mijn achteruitkijkspiegel, stop politie. Precies op dezelfde plek waar ik zat op dat moment. Ja, dan loopt hij voorbij en dan komt hij mij wel legitimatie vragen. Ja, en dan voel je eigenlijk op dat moment wel een beetje gediscrimineerd. De politie die wordt ook gediscrimineerd. Ja, etnisch weet ik niet. Wel profilering, maar etnisch, nee. Nee? Wij hebben er zelf geen last van. Nee. Maar ze lakken het ook wel eens zelf uit, de jeugd. Behandelen wel, denk ik, iedereen even eerlijk. In ieder geval mij, op dat moment. Want ze moeten mij gewoon staan houden, dus ik denk van wel. Word ik gestraft en de mensen die eigenlijk hetzelfde als mij doen, die kunnen er gewoon mee weglopen. Ja. Tip voor de politie? Ja. Nou, dit moet je eruit roken kijken. Gewoon iedereen hetzelfde behandelen, dus ja, dat is wat ik te zeggen heb. Eén moment. Of iedereen wordt gediscrimineerd, dat is gewoon meer een reactie, een andere woord voor ik snap jou niet, daarom mag ik jou niet. Als je je blik wil verruimen, 23 oktober, Ctrl-Alt-Delete, kennismakerij.